Welkom bij de studio van Borne in Beeld. Vandaag is er met gaat Mirjam Jansen van de Talentuin. Mirjam, welkom. Dank je. De Talentuin bestaat nu 20 jaar. Ja. Maar ik wil eerst even terug naar het begin. Wat is de Talentuin? In de Talentuin begeleid ik mensen om meer plezier te krijgen in het schrijven. Ja. Van verhalen en gedichten, soms ook teksten voor het werk. Ja. En ik hoop dat ze dan ook daar meer vertrouwen krijgen, dat ze dat wel kunnen. Oké. Je moet de Nederlands taal machtig zijn. Ja. Is wel handig, hoeft niet denk ik. Perfect. Ik heb ook wel eens mensen gehad uit het asielzoekerscentrum bijvoorbeeld. Ze moeten wel wat Nederlands kunnen, anders wordt het lastig. Ja. Maar ze hoeven er niet heel goed in te zijn. Dus een D of een T of een nee, trema? Nee, daar links, let rechts. Ik niet op. Dat vind ik nee. 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 Maar kan het bezwaarlijk zijn voor degene die zich aanmeldt? Of misschien juist daar niet durft. Ja, taal vind ik mooi en ik mag graag verhaaltjes verzinnen. Maar om het dan op papier te zetten, dat ze twijfelen van mijn spelling is niet goed genoeg. Dat kan. En dan zeg ik van nou, daar ga ik niet op letten. Uiteindelijk ja. Vind ik het belangrijk dat je spelling goed is. Als je bijvoorbeeld iets aan anderen wil laten lezen. Ja. Maar we zijn hier bezig om die tekst op papier te krijgen. En om... het idee te krijgen, wat kan ik schrijven? Ja, de mensen hebben al wel een eigen idee, een verhaallijn, een gedachte. Nee hoor, het ligt eraan welke doelgroep het is. Ik heb ook heel veel gewerkt met klassen, met jongeren in het VMBO en heel veel in het basisonderwijs. Ja, die zijn helemaal niet bezig met schrijven natuurlijk van een boek of weet ik wat. Nee. En die stimuleer ik dan door opdrachten te geven. Ja, ja. Ik had ook even op jouw site gespiekt, dat ik een beetje weet hoe en wat. Je doet dus mensen, zoals bijvoorbeeld ik mag graag schrijven, maar ik loop vast of ik weet niet hoe het moet. Ik kan me dan bij jou aanmelden. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, en ja. Je doet ook zakelijk. Bedrijven? Ja, doe ik nu niet meer. Ja? Maar dat heb ik ook gedaan. Ja, zeker. Ja. En dan word jij daar ingehuurd als tekstschrijver? Of komt nee, een bedrijf dan, bij je of aan? Nee, dan begeleid ik de mensen in die instelling om zelf beter te worden in het schrijven van hun teksten. Of er meer plezier in te krijgen. Of... Ja, ja. Ja. Ja en, dus ik schrijf dat niet voor hun. Oh, kijk, dat is wel een heel verschil. Ja. Ja, je bent geen broodschrijver. Nee. 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 En... ik denk dat iemand die zakelijk of als privéklant benadert, dat er wel heel sowieso verschil zit in het onderwerp. Ja. Maar is jouw aanpak dan anders? Of? Uiteindelijk niet. Maar de mensen die zakelijk schrijven, die hebben altijd een opdracht van hun baas. Ja. Ik moet iets. En die zijn vaak veel zenuwachtiger dan mensen die voor hun hobby komen schrijven. Ja. Dus die sfeer is wel anders. Ja. Maar de methode die ik gebruik is uiteindelijk hetzelfde. En daarom ben ik dat zakelijke, dat deed ik eerst niet. Ik ben begonnen met cursussen, verhalen en gedichten voor volwassenen. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar bij dat zakelijk schrijven heb je eigenlijk hetzelfde proces. Hoe je het op kunt bouwen. En daar zit een hele creatieve kant aan. Het lijkt me eigenlijk wel heel erg mooi om ook in het zakelijke schrijven mensen te begeleiden. Ja, dat ben ik toen gaan doen. Ja, want uiteindelijk is er een boodschap die wel duidelijk overgebracht moet worden. Ja, daarom. Ja, ja. En als je als privépersoon een gedicht hebt of een verhaal, dan wil je ook iets overbrengen. Hè? Ja, moet ook wil je ook zijn. Iets overbrengen, zeker. Ja. 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 En je doet het nu 20 jaar? Ja. 20 jaar in de Talentuin. Ik doe het al 30 jaar. Oh, dus ik deed het al 10 jaar. Toen heette het En toen ben ik maar toen had ik nog een andere baan. Ja? En ik deed het zo af en toe. 1 keer in de week bij Crea. Weet je wel, zoiets. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil hier toch mijn beroep van maken. En toen ben ik met de Talentuin begonnen. Ja, en dat is 20 jaar geleden. Ja. We zijn 20 jaar verder. Eerst in een andere vraag. Is er een verschil in schrijven of in aanpak of in gedachten of wat dan ook tussen een man en een vrouw? In principe niet. Nee? Nee.
Maar ik denk wel dat mannen wat vaker het drempeltje over moeten van dat ze te veel gaan denken eerst. En dat vind ik juist jammer. Voor het begin van het schrijven moet je eigenlijk een beetje los. Probeer maar wat uit. Alles is goed. Ja, ja. En ik denk, dat heb ik ook wel gemerkt, dat mannen meer een drempeltje over moeten van... Oh, onzin of ja, zo kom ik er toch niet. Het is niet praktisch, dus. Nee, niet ja, praktisch. Praktisch. Ja, ja. Ja, 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 ja. En vrouwen dumpen eigenlijk meer op hun creativiteit, op hun ja, intuïtie. Ja, maar die komen ook wat vaker voor het hobby schrijven, zeg maar. Ja. Dus daar is het gevoel ook anders bij. Daar heb je minder het gevoel, ik moet presteren, ik moet het in 3 uur af hebben. En dat zit dan bij die mannen die voor hun baas moeten schrijven. Ja. Ja, die voelen heel veel druk en dat ja. snap ik. Ja, dan heb je puur over het zakelijk, hè? Ja, dan heb ik het over het zakelijk. En ja. als de mensen gewoon hè, vanuit hunzelf bij jou komen... Ja. Dan vind ik dat er niet zoveel verschil is. Al merk ik wel dat mannen wat vaker het gevoel hebben dat ze het wel kunnen. Ja, maar dat is, volgens mij staat mijn eigen in alles. En die komen ook niet zo vaak dus. Dat is nee. bij al mijn collega's zo, dan hebben we het er wel eens over... Heb jij nog mannen in je cursus gehad? Nou, ik heb gelukkig wel eens mannen in mijn cursus, maar ja. veel minder dan vrouwen. Maar is toch een beetje man-eigen dat ze denken dat ze alles ja, wel kunnen zonder... Ja, en ze doen het denk ik liever zelf. Lekker schrijven op je zolderkamer en ja, dan hoef je ja. toch niemand bij te halen. Ja. Dat gevoel. Ja. Ja. En de onderwerp in die 20 jaar? Hè, dat ik in puur vanuit de taaltuin uitga, hè, want dat is nu 20 jaar. Ja. Zijn de onderwerpen anders? Is de insteek anders? Nee, dat vind ik niet. Er wordt bijvoorbeeld nog altijd heel veel autobiografisch geschreven. Dat ja. was toen zo en dat is nu ook zo. Ja, mensen die echt zeggen van, nou, ik heb zulke bijzondere dingen meegemaakt. Ja. Of voor nageslacht, ik wil dit vastleggen. Ja. Ja. ja, ook voor familie of ik wil voor mijn dochter dit verhaal goed op papier hebben. Dat soort dingen. Ja. Wat wel nieuw is, zijn de jonge mensen die fantasy-achtig schrijven. Oh ja, en dat ja. zijn vaak hele dikke boeken, ja. grote verhalen. Ja. Dus die zijn daar dan best een hele tijd mee bezig. En dat weet ik niet van 20 jaar geleden. Nee, toen was het meer het kortere werk, de proza. Ja, niet die fantasy. Dat is toch een genre wat steeds... Ja, ja er komen ook steeds meer boeken in het Engels die door jongeren gelezen worden. En ja. Het is een genre wat nu in de mode is. Maar in voor de duidelijkheid, jij geeft alleen in het Nederlands. Ja. 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 Maar ik denk dan, als ik bij jou kom, dan heb ik een verhaal, een beetje columnachtig, als ik naar mezelf kijk, of misschien ja. een flubbig gedichtje. Ja. Maar zo'n boek, dat is toch heel ander werk? Ja, dat is heel ander werk. Ja. En dat begeleid je ook helemaal dan? Of, Nou, voor een heel stuk. Ik heb net een week achter de rug dat ik met 10 cursisten in het klooster in Denenkamp ben geweest. En die mensen werken allemaal aan een boek. Jeetje. En daar ben ik de hele week ben ik de schrijfcoach. Dus ik ja. ga van de een naar de ander. Ik heb spreekuur. We doen een enkel opdrachtje. Maar in principe heeft iedereen zijn eigen project. Ja. En dan hebben ze eindelijk 5 dagen om helemaal daaraan te besteden. En je niet druk maken over de was of de kinderen of wat dan ook. Ja, ja. Maar dat is voor jou denk ik ook prettige werk, of niet? Ja, maar het is ook wel heel intensief. Want je moet natuurlijk 5 dagen lang helemaal alert zijn. Ja. Dus daarna ben ik ook wel moe. Dan denk ik, nou, volgend jaar weer. Maar, ja, eerste keer in eerste eerst in juni. Ja, 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 logisch. Nee. Ja. Het is natuurlijk heel intensief. Maar ook wel heel, heel dankbaar, denk ik. Hè, heel, je, dankbaar. Ja, heel dankbaar, ja. Heel dankbaar, ja. En je zegt, van, ik kijk niet echt naar spelling in eerste instantie. Mm-hmm. Ik help ze echt op weg met een verhaallijn. Ja. En dan ben ik zo arrogant om te denken van... Maar wie ben jij om je met mijn verhaal te bemoeien? Nou, dat ga ik ook niet doen, tenzij je het mij vraagt. Ja. Dus ja. Er is dan toch iets wat je blijkbaar wil weten. Anders kom je niet naar een cursus of naar mij toe. Ja. Ja. En het kan dan inhoudelijk zijn of dat een ja. bepaalde verhaallijn meer uitgediept moet worden of juist niet. Of... Ja, bijvoorbeeld. Of zal ik dit boek in de hij- of de zij-vorm schrijven? Oh, ja. Of zal ik er ja. een ik van maken? Ja, de basis moet het eigenlijk. Verleden tijd zijn of tegenwoordige tijd? Hoe werkt dat als ik dat doe? Dat kunnen allemaal vragen zijn, ja. Ja, ja. En andere mensen zeggen van, ja, ik weet eigenlijk niet, wat heb ik nou voor stijl? Kun jij zien wat voor stijl ik heb? En dan gaan we dus samen op zoek van ja. hoe zo iemand schrijft. En is dat de stijl die je wil? Of zou je het wel wat
Nou ja, sommigen hebben een hele kale stijl bijvoorbeeld. En anderen gebruiken heel veel bijvoeglijke naamwoorden en dingen eromheen. Ja. En er is niks goed of fout. Maar dan zeg ik wel, wat wil je? Wat vind jij mooi? Hoe wil je dat op papier hebben? Ja. Nou, als je toch vindt dat dat bijvoorbeeld te uitgebreid is, dan moet je gaan schrappen. Ja. En dat geldt niet, ik daarbij. Ja, logisch. Ja. En dat geldt niet alleen voor het boek, maar ook bijvoorbeeld voor een kort verhaal of voor een gedicht. Ja. Of dat het te prosaïsch wordt. Of dat je zegt van nou. Ja. 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 Oké, het is wel heel divers. Het is heel divers. Want columns, ik heb ook cursussen columnschrijven gegeven. Dat zit dan weer wat meer tegen het zakelijke aan. Ja, het is heel divers. Ja, zeker. En na 20 jaar nog steeds mooi om te doen? Ja, omdat het zo divers is. Ja, en omdat al die mensen zijn verschillend. En al die groepen waarin dingen gebeuren, die zijn ook, hebben hun eigen dynamiek. Vind ik interessant. Ja. Er zijn er mensen die blijvend terugkomen? Ja. Ja, ik begin je al te lachen. Ja. Ik heb een paar, die noem ik de plakkers. Oh ja. Ja. En dus, over 2 weken dan geef ik een klein nieuw boekje uit en dan doe ik gewoon de presentatie in mijn eigen huiskamer. Ja. Daar heb ik een paar van die plakkers ook bij uitgenodigd. Oh, dat Want dat zijn mensen die komen altijd naar de cursussen, de schrijverretraites. Ik heb nog een schrijverswerkplaats. Ja, daar raak je mee vergroeid. Het zijn, het zijn niet echt vrienden, maar het is het wordt bijna beter interviewer. En blijkbaar vinden zij nog steeds iets wat ze bij me kunnen leren. Anders kwamen ze niet meer. Ja. Dus dat is ook wel heel mooi, vind ik. Ja, maar ik wil plakkers hebben en ik wil ook nieuw bloed. Het moet wel gemengd, ja. Ja, ja, ja dus nu met de schrijfretraite waren er een paar die al 10 keer geweest zijn of zo. Ja. Want dit was de 24ste die ik gaf. Maar er waren ook 3 hele nieuwe mensen die ik niet kende. Die komen dan via internet, hebben ze gegoogeld. Ze kunnen gewoon naar talentuin.nl. Ja, dat weten ze niet als ze gaan googlen. Dus ze googlen op schrijfretraiten. Of ze kijken bij dat landelijk blad voor amateurschrijvers, Schrijven Online. En daar staan alle activiteiten per maand op een rij. En daar geef ik dus altijd door dat er weer een retraite is. Of dat ik een schrijfdag heb. Nou, dat komt daar dan in. En zo vinden mensen het ook. Ja. Maar iemand die nu kijkt en die geïnteresseerd is, talentuin.nl, kunnen ze direct naar jou. Ja. Nou, ja. Mooi. En dan op naar de volgende 20 jaar. Nou. Nee? 10 jaar? Nee, ik ben echt aan het aan het afbouwen? Ja. 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 Maar ze moeten nog heel snel even de kans schrijven. Ze moeten heel snel even de kans schrijven. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja. Dank je wel, Mirjam. Huh? Leuk om te horen. Ja. En dus grijp je kans als je nog van Mirjam les wil hebben. Huh? En dat het er nog goed mag gaan. Ja. Oké, bedankt. Oké. Bedankt voor het kijken. En goed gewoon. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.